Hoofdstuk 7. De monstermeermin. Snap je wat ik bedoel? Dommere tv-programma's zijn er dus niet. Oké, Terry, zei ik toen de uitzending eindelijk afgelopen was. En nu weer aan het werk. Maar nu begint mijn op één na favoriete programma, zei Terry. Brommy de Bromvlieg. Brommy de Bromvliegshow. Brom. Het begint helemaal niet, zei ik en ik pakte de afstandsbediening en zette de televisie uit. Het begint helemaal wel, zei Terry. Hij graaide de afstandsbediening uit mijn hand en zette de televisie weer aan. Ik denk toch echt helemaal van niet, zei ik en ik tilde de televisie op en gooide hem uit de boomhut. Hij landde met een flinke klap beneden op de grond. Terry haalde zijn schouders op. Hij zei, misschien heb je gelijk. Hé, hoorden we iemand schreeuwen. Ik kreeg hem bijna op mijn hoofd. Oeps, ik keek over de rand. Dat was Bill, de postbode. Sorry Bill, zei ik, ongelukje. Geef niet, grinnikte Bill. De post bezorgen bij een boomhut met 13 verdiepingen is altijd wel een avontuur. Is de jonge Terry daar? Ik heb hier een pakje voor hem. Yes, zei Terry. Hij sprintte naar de ladder. Ik kom eraan. Een paar minuten later kwam hij terug met een pakje. Mijn zeeapen, schreeuwde hij toen hij het had opengemaakt. Eindelijk zijn ze er. Zeeapen? Zei ik, waarom wil je die? We hebben al een aquarium vol met mensetende haaien. Maar zeeapen zijn stoer, zei Terry. Ze hebben 3 ogen, ze ademen door hun voeten en ze doen kunstjes en bouwen zeekastelen. Haaien kunnen dat allemaal niet. Die hebben niet eens voeten. Ik ga mijn zeeapen meteen tot leven wekken. Zeeapenkasteel, kunstjes... 3 ogen, ademende voeten. Wacht even, zei ik. We moeten een boek schrijven, weet je nog? Ik weet het, zei Terry. En ik beloof je dat ik meteen aan het werk ga nadat ik de zeeapen uit heb laten komen. Ze komen meteen tot leven. Ik hoef alleen maar water toe te voegen. Alsjeblieft, alsjeblieft. Oké dan, zei ik. Maar wel opschieten. Tuurlijk, zei Terry. Hij rende naar de lift. Ik ben zo terug. Ik wachtte een lange tijd. En toen een heel lange tijd. En daarna een ontzettend lange tijd. Maar hij kwam niet terug. Uiteindelijk vond ik hem in ons geheime ondergrondse laboratorium. Wat doe je? Vroeg ik. Ik dacht dat hij alleen maar water bij de eieren hoefde te doen. Klopt, zei Terry. Ik ben net klaar met het maken van het apparaat waarmee ik de precieze hoeveelheid water kan afmeten. Als je te veel water gebruikt, kunnen de zeeapen verdrinken. Bij te weinig stikken ze. Maar je zei dat de eieren meteen zouden uitkomen, zei ik. Doen ze ook, zei Terry. Zodra ik er water heb bijgedaan. Pas op. Hij drukte op een knop en er druppelde water uit de machine. Druppel voor pijnlijk langzame druppel voor nog pijnlijker langzame druppel. Een miljoen, biljoen, biljard pijnlijk langzame druppels later was het klaar. Eindelijk, zei ik. Nu snel de eieren erbij en dan kunnen we weer aan het werk. Tuurlijk, zei Terry. Ik moet alleen het water nog even zuiveren. Hoe lang duurt dat? Vroeg ik. Terry keek op de verpakking. 24 uur. Wat? Zei ik. Dat is een hele dag. Doe niet zo raar, Andy, lachte Terry. In een dag zit het toch helemaal geen 24 uur? Oh ja, zeker wel,
schreeuwde ik. En als je denkt dat ik je nog meer tijd laat verspillen aan die stomme zeeapen, dan heb je een hoofd met erpte hersens op sukkelformaat. Hersens, korte uitleg. Grote erpte maat brein, terry. Sesamzaad maat brein, vogel. Zandkorrel maat brein, mug. Atoom maat brein, klein, Andy. Deze tekeningen zijn niet op de juiste schaal. Pas op wat je zegt, Andy, zei Terry. Er zitten kinderen te lezen. Het kan me niet schelen wie er zit te lezen, zei ik. Je gooit nu die zeeapen in het water, of anders duw ik die pot zo stevig over je hoofd dat hij er je de rest van je leven niet meer afgaat. Zou je dat misschien willen? Terry dacht daar even over na. Hoe de rest van mijn leven zou zijn met een pot op mijn hoofd? Tanden poetsen. Avondeten. Haar kammen. Neus peuteren. Nu mag u de bruid kussen. Haha, trouwdag. Stomme pot, oude Terry. Ouderdom. Stomme pot, heel oude Terry. Bij tijd. Huilende oude Andy. Stomme pot, dode Terry. Einde.